Welkom iedereen bij de let's play die als laatste in de votinglijst stond. It was a day, like any other. Project Development Division 4 presents. Mensen die lopen terwijl het sneeuwt. Met een auto. Dezelfde personen. Een politieman. Een speeltuin. Een vaderhond en een dochterhond. Ik heb geen idee wat de gestalten zijn, ik noem allemaal bullshit. Een jongen, een zieke jongen en een boek. Welkom iedereen bij Final Fantasy Tactics Advance. Het is gemaakt in 2003 en is gemaakt door Square Enix en Nintendo. Ja, we kunnen de kleur aanpassen als we dat willen. Dit is wat lichter. Dit is wat warmer. En dit is wat grauwer. Ik hou van warm. Noem dit. En waarom staat die saved game? Dit is de vierde keer dat ik dit al opneem. Ja, mijn vierde keer al. En de vorige sessie die ik compleet had opgenomen voor 2 uur. Die ik zei in de updates stand van kazen. En heb ik allemaal verwijderd. Ik ben opnieuw begonnen. Dus ja, laten we maar beginnen. Weet je, het is een beetje gebaseerd op Final Fantasy 2 à 3, dus een beetje beginfase. Oké. Duidelijk met je kinderen met een beetje speeltuin. Omdat jij een douchebag bent waarschijnlijk. Want je draagt een sjaal. Je hebt alleen nog geen fedora hoed. Zijn naam is Moot. Oké. Wat zijn ze? Hoe oud zijn ze? Ik heb 8 of 7 en zijn zulke klootzakken? Oké. Okay. Het is gender discrimination. Oeh, sick burn. Ah, oké. Okay. Mijn naam is Marsh. Sure. Ik ga niet wat moeilijk doen. Ik ga hier geen customizable namen doen of wat dan ook. Ik ga gewoon simpel doen. Oké, okay. Dus we zijn redelijk aardig. Oké. Okay. 10 activity, snowball fight. Oké. Okay. Get ready. Ja. Oké. Okay. Een beetje uitleg over deze game voordat we verder gaan. Dit is een strategy game. Een beetje zoals Advance Wars, maar iets 3D-achtig. Want we hebben ook de Z-axis waarmee we kunnen sklooien. En ja, klein ding. De kans dat dit een beetje. Dit wordt een beetje een speedrun. Geen speedrun. Een speedknop let's play. Wat bedoel ik hiermee? Ik ga hem heel vaak gebruiken. Waarom? Omdat sommige stukken heel langzaam duren. En ja. Als ik in options een beetje kan klooien met snelheid, dan hoef ik misschien geen ding te doen. Repeat action? No. Ik leg het toch uit. Oké, let's get back to the snowball fight. Ja. Oké. Wanneer een persoon aan de beurt is, kan je zien hoeveel HP, MP en JP ze hebben. HP is hitpoints, MP is mana points, JP zijn punten. Wat punten doen is een soort van experience. Wit is waarschijnlijk aantal karakters. Nou, maar ja, ik kan bewegen. Net zoals Advance Wars en Fire Emblem. Dit geeft weer hoe ver je kan lopen. Dit zijn je acties. Ja, we kunnen alleen maar snowballen. Wait is wachten. En status kunnen we zien wat de status van haar is.
kunnen we zien wat de attack power is, defense power en wat een aansnelheid is. En dat is zo'n beetje. Quick attack name, just points, ja. Ja. Oké. Oké, is goed. Save changes, ja. Oké. Beginnen we. Snowball. En go. En wanneer je klaar bent, kan je kiezen welk kantje op staat. Hier is een tip. Probeer zo te staan dat je niet van achter kan worden aangevallen. Word je van achter aangevallen, doet meer damage. Oké, 1 damage. Oké. Dat is Colin. Iedereen op mute, dat is niet echt aardig. Dat is helemaal niet aardig. Ja. Klopt wat hij zegt. Dan zijn we met Mars. Zo. Actie, snowball. En zoals je gaat zien, doe je nog steeds 1 damage. Dat is Frida. Frida is level 1. Oh, en iedereen op mute. Dat is echt niet aardig, jongens. Kom op. Guinness. Guinness World Book of Records. Denk je het is random? Nee, het is altijd zo. Ze zijn allemaal op mute af. Wat eigenlijk heel zielig is. Ze kunnen wel gewoon springen. En boom. Oké. Zo, doe het. En boom. Mis. En ga ik niet staan, doet ze minder damage op ons. Zo is goed. Actie, snowball. Gewoon in de nek leggen. Kom op, doe eens leuk. Ach ja. Ze zijn niet echt aardig tegen hem. Ja, maar je gaat op 1. Dat is echt eerlijk, kom op. Ja, je zegt gewoon gemeen. Ja. Ah, flauw jongens. Ja. Oké. Little Prissy Grandma. Oh, jammer. Oké. Nou, dat is de les voor vandaag. Je gaat een sneeuwballengevecht houden en je mag weer naar huis. Wauw. Ja, graag gedaan hoor. Why? Sure. Oh. Oh. Oké, duidelijk. Wat is geen idee? Is goed. Doe dat. Oké. Was het in echt leven maar zo makkelijk? Maar ja, natuurlijk niet. In het echt leven is het fucking moeilijk. Oké, is goed. I'll be waiting. Star Fox. Oké. Wat is er nu aan de hand? Volgens mij staat Mutes vader.
Oké. Duidelijk. Zijn vader is waarschijnlijk in een probleem of zo. I don't know. Mute. Dat is zijn vader dus, ja. Hij ziet er cool uit. Nee, het zijn pestkop. Ik loop er alleen mee omdat ik zo geldschuldig ben. Ja, is goed. Als je me nu veel pijn. Excuseer, ik spring nu in de rivier. Oké, veel plezier. Oké. Wij gaan ook achter dat ding aan. Ja? Of we van Mars weten, niks. Hij heeft niet eens een vader. Mijn vraag is dan, heeft hij wel een moeder? Want in dat opzicht is het gelijk. Of het zijn wezen kan ook nog. Donut. Wat is dat voor een rare naam, Donut? Nou ja, boeien. Nee, op handen gozer, dit keer was het mute. Waarom? Ik heb geen idee. Misschien omdat ik een paardenstaart heb. Misschien ligt het daaraan. Ja, oké. Ja, maar misschien was geen iets beters te doen heb. Ja, tuurlijk. Ah ja. Oké. Wow, it looks really hot. Oké. De muziek is wel cool. Ach ja. Zo, maar als dat er pagina's zijn, dan heb ik ook een probleem om te lezen. Oké, duidelijk. Een hagedis, soort van. Konijn. Oké, duidelijk. En hagepie, iets in die richting. En een koepel? Ja, ik weet niet wat de namen ervan zijn. Ze was ook een Kingdom Hearts, maar daar zien ze een stuk anders uit. Het kan Latijn zijn. Alta Oron zonder Camilla. Oké. Ja. En opeens groeit Donut horens en is hij Satan. I don't know. It's true though, ja. Jullie zijn echt gemeen. What if the world in this book was the real world? Dan hadden we een probleem gehad. Want hoe zou je de Moby Dick vinden? Eén gigantische walvis die iedereen opeet, klaar. Final Fantasy. Je bent 10 jaar oud. Nog niet eens. En dan vind je Final Fantasy leuk. Toegeven, het is wel een bepaald genre. En ik denk dat mensen het wel leuk kunnen vinden. En het is net een game. Het is voornamelijk een game voor ouderen. Omdat 1, je bent veel rustiger dan mij. En RPG's, voornamelijk JRPG's, duren een hele lange tijd. En toen begon Donut met zijn macht. Het is een idee om de wereld over te nemen. Oh, ze hebben dus wel een moeder. Oké. En hier was de opening cutscene. Maar ik vind het wel een beetje raar dat ze het zo doen. De opening cutscene van de game. Hetzelfde laten maken als de intro sequence. Mooi voorbeeld is Pokémon Sapphire.
als je niks doet, krijg je zo'n hele mooie intro sequence. En wanneer je dan op start klikt en je begint een nieuwe game, heb je een andere sequence. Hier is het precies hetzelfde, dus dat snap ik niet echt. Oh. Zijn we aan het klooien met de elektriciteit thuis? Sorry daarvoor. Ik kan er heel weinig aan doen. En opeens. Rare magie. Oh. Het huis is weg en er is opeens een draak. Sure. Oké. Okay. Opeens vangt hij een konijn en andere rare beesten. Donut verdwijnt. Ja. En wij worden uit bed gehaald. En wij veranderen in vuur. Nee? Alleen ik wil dat? Oké, waarom niet? En wij belanden boven op een fucking dak. Sure. Geen probleem, geen probleem. Waar am I? Ik denk hetzelfde stad, alleen ik denk dit keer dat er andere beesten zijn. Je bent de Final Fantasy. Fuck if I know. Oké, oeps. You're a lizard. What did you say? I am... you said lizard. Ja, je bent toch een hagedis? Een banga lizard. Oh, je bent een banga. De banga lijst. Oké. Okay. Koepo, koepo. There you are, koepo. Koepo, koepo, koepo. Koepo, koepo, koepo. Koepo, koepo, koepo. Als een muko. Apologize to the bango. Koepo, koepo. Sorry. Hey, you wait. Waarom wil je dat? Koepo? Soldier? Oh. En opeens gozer met een paard. To win, defeat all enemies. Okay, get ready. Okay. Team damage, kans dat raakt 65%. En critical. Auw. Oké. Okay. Oké. Okay. Geen items gebruiken. Hey, ja. Goed zo. Oké. Okay. Oké. Okay. Turn order is dit. Marsje, Urver, Mont Blanc, Luné, Marsje, Judge, Urver. Ja, de Judge kan ook bewegen. De laatste dit keer. Kom op. Items zijn verboden. Als ik het kan laten zien. En recommend is in dark. Maar er zijn dark moves. Yes. Zo, naar achteren. We hebben battle tag. Dat is first aid. First aid is healing. En we hebben fight. Kans dat raakt 85 en 22 damage. Doen gewoon. Zo. Wel weinig XP, terwijl we meer damage deden. Maar ja. Het is niet meer zo. Ja, oké. Okay. Oké, okay, Mont Blanc kunnen we nu besturen. Lightning damage. Mont Blanc is een beetje een... Black Magic. En Black Mage dus. Voornamelijk zulke dingen. For experience gains. Mooi. JP plus 1. JP krijg je bij wanneer je... Ja, dat is een judge point. Ja.
JP krijgt mijn manier iets goos heb vermoord. Ja, met JP's kunnen we combo's doen. Zo. Do it. 20. Mooie damage. Mooie damage. De jury niet aanvallen, want die gaat je killen. Het is een snel beest. Dat is op zich handig. Oké, Mont Blanc. Ik heb wel vertrouwen in Mont Blanc. Vooral ook omdat hij Koopa Koopa is. Koopa Koopa? Koopa Koopa Koopa. Oké, lightning damage. Thunder. Hij is bijna dood. Oké, we acties. Battletech, first aid, fight. 7. Binnen 20 damage, kans dat raakt het 75. En boom, en dood. En ik krijg een judge point. Mooi. Ja. Battle 1. Oké, mooi. Waar is het potion? Zo. Heel simpel. Wanneer je een regel breekt, ga je naar de gevangenis. Zorg ervoor dat je nooit regels breekt. Is een beetje om te doen, maar ja. De slammer. Ja, visitors are asked about the person's facility is prom. Oké, doei. Geen idee. Even call, pangen, lizard, koepo koepo, koepo koepo koepo. Nou, rewind at least. Codini, muscadet. I'm a moogle. Koepo. Evelish. Evelish is the name of town where I'm from. Well, but Evelish is country, not my Evelish. There's no lizard or panga there, either. What did you mean, Koepo? Koepo? It's not real, not really. Yeah. Oké, nou en de one is confused, Koopa. Dat is wel geinig. The most Koopa story I've ever heard. Ja, Koopa is een bijvoeglijk naamwoord. Je mag het overal plaatsen waar je wil. Ja, oké. Tik al mijn blank. Mont Blanc, oké. Oké, we gaan met Mont Blanc mee. Ja, sorry dat het een beetje te part lang wordt, maar ja. Het is een beetje introductie, ja. What is this place? Can select groups of people work together. Wow, everybody looks so tough. Nee hoor. Okay. Ja. Ah, dat is makkelijk. Jongens, ik wil Mars introduceren. Hallo. Oh, en dat is alles, oké. Ja, ik mag het naam geven, sure why not. Make it a Koopa one. Oh, mensen gaan me hier voor haten hoor. Of heel erg leuk vinden. De enige guild die ik kan onthouden. Die ik ook ken, en ook voor anime zelf. Fairytale. Ik zeg van elkaar. Fairytale. Het is nog. Nee, het is niet zo hè. Nee, het is Fairytale. Als in staat. Fairytale. Ja. Nou, wat Fairytale.
Inivelish. Oké, duidelijk. Ja. Maar ja, dit is helemaal. Ik ben voor het kijken in het volgende deel. Gaan we verder dingen uitpluizen hier. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!